Luister, vriend. Jij bent misschien groot, maar ik ben onverwoestbaar, oké? Dus dit gaat echt niet... Is dat haarlak? Want ik ben nogal specifiek over welke merk ik doe. Wow, wat gebeurt er? Ik voel mijn armen en benen niet. Waarom ga ik niet bewegen? Wat is dat voor spel? Flubbergas. Dan worden je spieren helemaal flubberig. Heb je ook terug naar normaal gas? Nee. Maar misschien ligt dat in het riool. Dat denk ik niet. Oh, ik snap hem. Je bedoelt dat je me in het riool gaat gooien. Man, dit is echt mijn dag niet. Hier ga je echt niet mee wegkomen. Sorry, wat is je naam? Bart. Mijn naam is Bart. Wat? Goed, gooi hem ook in het riool, de Bartjerie. En haal meer handdoeken voor je koning. Ja, uw droogheid. Nee, van mijn pratende handdoek moet je dit niet doen. Dus je kan... Maar wat moeten we nu doen? Oké, Bart is bezig handdoeken te stelen en wij kunnen niets doen omdat we niet kunnen bewegen. Charlotte, kun je helpen hem te verslaan? Het lukt me echt niet. Ik kom al. Gast. Voordat je komt werken morgen, wil ik dat je naar het riool gaat om de autosleutels te zoeken. Oh, gas. Hij heeft de sleutel hangen met een kap. Nee, luister. Schwot strekt zijn ID-gezicht. Echt waar? Ja. Te gek. Ja. Maar maakt hij ook zijn ID-geluid? Ja, hij maakt het geluid, hoor. Ik heb een idee. Ja, Schwartz. Als dit werkt, hè, kunnen jullie Captain Man en Kid Danger besturen... net zoals je de beer en het haar bestuurt in de videogame. Ja. En dan kunnen we op zoek naar Bart. Zodat hij de handdoek in de ring gooit. Oeh. Die is goed. Onthoud die even voor later. Er gaat iets gebeuren. Wow, dit is zo cool. Goed. De vorige keer hadden we nog geen plan. Dat hadden we inderdaad niet. Maar deze keer hebben we wel een plan. Jasper, dan! Dit was niet het plan! Storen we je op je wasdag? Ik had jullie toch een flubbergast? Hoe kunnen jullie bewegen? Maak je daar maar niet druk om, de Bartjery. Ja, waar je je wel druk over moet maken is... Onze vuisten! Nee, we staan tegen de deur. Doe mijn best. Een trap. Hij staat voor je trappen. Je ligt op de grond. Sta op. Schreeuw niet zo tegen me. Ja. Nu naar rechts. Waar zijn we nou? Charlotte, red jij het even alleen? Je andere rechts. Captain Man, help me! Waarom? Slapen! Een wasmachine! In game zitten soms munten! Maar dit is geen game! Nee, moet je nou eens kijken. Ik probeer van alles, maar het werkt gewoon niet! Captain Man, help me snel! Wat moet ik doen? Maak die bus met flubbergas en spuit Bartje zijn gezicht! Pak hem op! Goed zo, ja, pak hem! Pak die bus nou! Dat probeer ik! Jasper, ik ga flauw vallen hier! Hij ligt hier, pak hem nou! Schreeuw niet zo tegen me! Goed, als je deze bus oppakt en leeg spuit op Bart, ben jij een echte superheld! Goed gedaan, maatje. Overwinningsdans. Ik ben een superheld. Ja.
Kom op, man. We moeten mijn zusje gaan zoeken. Hoe gaan we dat doen dan? We weten niet waar dat monster is. We hebben geen aanwijzingen. Hé, hey, jongens. Moet je zien. Niet nu, Charlotte. Ik weet niet waar we moeten zoeken. Dat weet niemand. Weet je nog dat we alle locaties waar de kinderen vermist zijn met elkaar hebben verbonden op de kaart en het een kruis werpt? Nou, ik zag iets heel anders, maar ga door. Ja, dus? Troep en zo ligt ook precies op het kruis. En kijk eens wat er op het kruispunt ligt. Boosaardig onderzoek, PV. Daar ben ik weer, vrienden! Hoi, Kevin! Heeft iedereen het naar zijn zin? Ja! Wacht, er komt iets hier aan de hand. En hoe heet jij, meisje? Piper. Hallo, Piper. En welkom in mijn wereld. Hoor je dat? We moeten ze redden. Ja, dat klopt. Nou, succes dan. Wacht, wat? Je hoorde toch wat hij zei? Er kan maar één persoon tegelijk door die poort. Dat heeft helemaal niemand gezegd. Oké, goed dan. We gaan erin, pakken dat monster aan, grijpen die kinderen en gaan er weer uit. Klinkt goed. Pak de kinderen! Wil je een knuffel? Sterf, jij smerig beest! Ah! Kom op, weg mij zeer, snel! Kom op, Boenekind, snel! Hier kom jij! Kom mee, we moeten snel wegwezen hier, kom op! Oké, rustig! Ze aard mij in hem uit de donuts! Bespaar me je leugens, jij vreed monster! Captain Man, kom mee! Wacht! Waarom dan? We moeten deze poort voorgoed zien te sluiten. Hoe wil je dat gaan doen? Hiermee! Wauw! Een explosieve bevingsbom. Als je maar opschiet, oké? Mag ik het misschien even uitleggen? Kop dicht, griezel! Gedaan. Bedankt. Wat is dit voor spul? Een of ander interdimensionaal slijm. Captain Man, Kid Danger. Oh, je hoeft ons niet te bedanken. Bedanken? Dat monster was lief. Hij heet Kevin, hij was eenzaam en wilde vrienden. Ja, we hadden zo weer weg kunnen gaan. We wilden daar blijven. Dat is nieuwe informatie. Hey gast, hoe lang heb je die timer gezet voor die bevingsbom? Dat is een dichte muur, man. Graag gedaan. Fijn en Louis nog allemaal. Blijven staan, jij. Ja, blijf staan. Kom op. Het is chef. Dat zie ik. Hij is zo dom. En dat weet ik. Hebben jullie misschien een hamer? Het liefst een sloophamer. Waarom zouden wij een hamer hebben? En waarom zouden we die dan nu aan jou geven? Waarom breek je in bij een bloedbank? Omdat een bank geld heeft. Moet je kijken hoe groot die kluis is. Dat is geen kluis, maar een koelkast. En hij gaat open. Als je aan de hendel trekt.
Maar het bord, er staat bank en banken. Daar hebben ze geld. Weet je, ik kan er niet tegen vandaag, Jeff. Ik kan er niet tegen. Zeker niet vandaag. Ik kan er niet tegen, man. Ik kan er niet meer tegen. Het is al goed. Sorry, man, maar ik wil gewoon naar mijn verjaardagsfeestje nu. Hey, ik wil niet dat je sorry zegt voor het zappen van Jeff. En ga nou maar snel naar je feestje toe, hè? Echt waar? Ja, ik reed. Mag ik gaan? Ja, zie dan. Oh, bedankt, gast. Nee. Mijn vader was bij de Mexicaanse taartwinkel. Uno dos taart? Ja, en hij had de laatste Diaz Letjes ijstaart. Happy birthday to you. Een noodoproep! We moeten gaan! Een noodoproep? Wat bedoel je? Dat is een goede vraag, Henry's moeder. Het is een nood... herinnering. Het is een herinnering voor de verjaardagsverrassing die ik heb geregeld voor Henry. Het vuurwerk? Ja. Wat is er aan de hand, Schotts? Ik kreeg net een noodoproep binnen over de bloedbank. En wat is er met de bloedbank? Zijn jullie misschien iets vergeten, zoals Jeff op te sluiten in een cel? Boom! Kabam! Hij is weer bezig in dezelfde bloedbank en jullie moeten hem stoppen. Oké, Henry. Jij gaat naar de bloedbank en regelt Jeff. Ja. Ik blijf hier. Kom op. Waar blijven ze? Ik wil mijn taart. Tuurlijk. Kom op. Alles goed. Hey Henry, iedereen wil een stukje van je taart. En Jasper denkt dat hij smelt. Ik kan hem niet langer koel houden. Het spijt me, Henry. Echt waar. Maar het probleem is dat we geen taart kunnen eten voordat we een liedje voor je hebben gezongen. Oh, oké. Okay. Dus we zingen voor jou via de telefoon. Wat? Nee, niet doen. Niet. Allemaal bij elkaar staan. Nee, niet doen. Hey, Kid Danger. Sorry dat we zo laat zijn. Happy birthday to you. Hey, waarom gaat die deur niet? Happy birthday to you. Kid Danger, alles oké dan? Kunnen jullie misschien iets sneller zingen? Happy birthday to you. Bedankt, heel fijn. Geniet van de taart. Wacht, je moet een wens doen en je kaars uitblazen. Het is je nog niet gelukt. Ja, toch wel. Doei, Henry. Hey, ik ben er. Hallo? Waar zijn jullie? Ga je lekker. Hey, Schwartz, wat is er? Wacht op, Ray. Ray? Gozer! De Mancave is gehackt! Wat? Maar de computer van de Mancave was toch niet te hacken? Dat dacht ik ook, maar het is iemand gelukt. En op elk computerscherm in de Mancave staat nu precies dezelfde boodschap. Wat staat er? Er staat alleen spelen maar op al onze schermen. Spelen maar. Wat betekent dat? Geen idee. Kregen jullie ook een bericht? Ja, hallo Swellview. Ik betaal $1 miljoen. Aan degene die mij de mee... giftige cactus ter wereld brengt. Vriendelijke groet, RT. Wie is RT? Randy Tinkle Muffin. Wie?
Nee, het kan Randy Tinklemuff niet zijn. Die zit in de cel. Geen idee hoe ik daarbij kwam. Wacht, is dat zijn echte naam? Ja. Wat? Ja, afkorting van Randall. Dat is bizar. Jongens. Hm? Er is een groter probleem. Dude? Goed. Ik weet dat jullie die $1 miljoen willen die iemand heeft uitgeloofd voor deze cactus. Ja, nee, dat gaat wel. Hey! Kid Danger heeft gelijk. Dank je. Deze cactus is heel veel geld waard, dus we grijpen hem! Papa is vanavond degene die het vlees snijdt. Waar wachten we allemaal nog op? Hij heeft een zepperdinges. Ja, maar wij zijn met veel en hij is alleen. Fout! Hij zijn met z'n tweeën. Huh? Fijn. Kop dicht. Oh. Wat wou je doen dan, gast? Er zijn te veel mensen, ik kan me nergens verbergen om te transformeren. Ga zo staan. Huh? Zo dan. Ga daar staan. Ik ben slimmer dan jij. Ah, oké. Okay. Oké, ik ga Henry helpen. Jij neemt deze zepper. Kijk, nu is hij gewoon weer alleen. Fout! Hij zijn met z'n tweeën. Wij. Huik op. Gast, die cactus is $1 miljoen waard. Daarmee kan ik mijn eigen eland kopen. Nou, kom op. Ze kunnen niet iedereen tegenhouden. Mama wil een eland. Jasper, je was geweldig. Ik wil je omhelzen, maar dan maken de naalden mijn pak kapot. Dat snap ik. Goed gedaan met die laser. Bedankt, ik vind het leuk om mensen te zappen. En dankzij ons is de meest giftige cactus ter wereld verdwenen. Wat staat erop? Bedankt voor de cactus. Spelen maar. Oh nee. Oh nee, dit is erg. Dit is heel slecht nieuws. Spelen maar, Captain Man. Oké, Rick. Je staat er nou echt al veel te lang te lachen nu en het is genoeg. Het spijt me, je ziet er gewoon belachelijk uit. Ja, ik had niet verwacht dat ik gevangen zou worden genomen door iemand die ik net gered heb. Ja, dat is plasmagas. Huh? Plasma, gas. Van een chemisch stofje uit een uiterst giftige cactus die ik gestolen heb op de Swellview Cactus Conventie. En dat was jij. Nou, leuk voor je. Kunnen we nu doorgaan naar het moment waarop ik je naar de gevangenis breng? Dat gaat niet gebeuren. Jazeker wel, Rick. Ik heb met veel schurken gevochten en ik win altijd. Maar ik ben geen gewone schurk, Ray Manchester. Waarom zou de bedenker van Tweetflits Captain Man en Kid Danger willen vernietigen? Misschien wil hij ze niet vernietigen, maar... Hij wil de krachten van Ray en Henry stelen. Maar hoe doet hij dat dan? Oh, wauw. Dit is ingewikkeld. Ik zal het je uitleggen met mijn Nederlands accent. Oké. Maar dat hou ik maar heel even vol voordat ik flauw val. Schiet dan op.
Ray en Henry werden bespoten met flubbergas. Je kunt de effecten daarvan wel teniet doen, maar flubbergas verlaat je lichaam nooit meer. En op Halloween, toen Ray en Henry door de poort kropen bij Boosaardig Onderzoek BV, werden ze bedekt met een interdimensionaal bioresidu. Dat blijft jaren op je huid achter. En tot slot, de Dies Ledges taart. Door de tiende en laatste ledje komt alles samen. Dat is amore. Het amore-molecuul bindt zich aan het stofje dat jou onverwoestbaar maakt. Dit apparaat speurt amore op en trekt het vervolgens uit je lichaam, samen met je kracht. Luister, Kid Danger kan hier nu ieder moment zijn en die maakt appelmoes van je gezicht. Oh, echt waar? Nou, dat betwijfel ik. Kid! Ik zei echt net dat je zou komen. Oh ja? Ja. Nu net? Ja, hoorde je me? Nee, ik kwam net aan. Zag een dak, zag een luik en sprong erin. Nice. Maar, op wie ben ik geland? Goeierik, slechterik, wat hebben we hier? We hebben hier een slechterik. Rick Twiddler, die mijn krachten wil stelen. Niet cool, Rick Twiddler. Ah! Oh. En wat is er met die imker? Gelezen. En waarom zit jij zo raar? Gevangen. Palen. Wacht maar, waarom ontvoert deze gozer zichzelf en probeert hij je superkrachten te stelen? Geen idee, ik zit niet op te letten. Het plan was om jullie superkrachten hierin op te slaan. Een lavalamp? Nee! Oh. Het is een computervirus. Ik ga het internet vernietigen. Voor altijd. Niet cool, Rick Twiddler. Oh! Oh. Oké, Kid, haal me hier snel uit, want mijn bilspieren branden! Oké. Ik zie geen uitknopje, man. Schiet er dan op! Okay. Dat zou ik niet doen. Ja, nou ga ik het zeker doen. Kid, nu heb je het erger gemaakt! Ik zei toch dat je dat niet moest doen? Kop dicht, Rick Twiddler. Hé, wacht. Ik wil je even iets uitleggen. Wat? Ik was van plan om ook jouw superkrachten te stelen. Ja? En daarom heb ik ook een tweede val. Niet cool, Rick Twiddler. Zeg maar dag tegen je superkrachten. Nee! Dan niet? Nee, wat? Nee, wacht. Tot in de middeleeuwen. Hey, hallo. Ik ben het, Rick Twiddler. Hoe gaat het ermee? Hoe het gaat? We komen je halen, Twiddler. Jongens, het is een videoboodschap. Hij hoort jullie niet. Dat wist ik wel. Ik wilde weten of jij het wist. We gaan door. Goed. Ik weet dat jullie niet leuk vinden dat ik Kid Danger zijn krachten heb gestolen en hierin heb gestopt. Maar ik denk dat jullie je over andere dingen druk moeten maken. Zoals, ik weet het niet hoor. Het beschermen van de familie van Kid Danger tegen de schurken die ik naar zijn huis heb gestuurd. Of, moet ik zeggen, de schurken die ik naar het huis van Henry Hart heb gestuurd. Hoe weet je mijn echte naam? Dat zou ik vragen, als hij me kon horen. Maar dat kan hij natuurlijk niet. Dus, weg, allemaal weg! Waarom gaat niemand weg? Waarom moeten we weg? Omdat... jullie... gevaar... lopen! Hoezo?
Je loopt het risico dat je een weekendje weg gaat missen. Oh, oh mijn god. Mijn baas betaalt voor de mooiste kamer. Wow. Dat is waar. Een kamer. Dat is ook steeds leuk. Dat kan ook. Zeker weten. Goed, oké, fantastisch. Oké, meelopen, doorlopen, allemaal weg. We gaan op reis. Wat gaan jullie doen? Jullie moeten weg. We gaan pakken. Daar is geen tijd voor, oké? Jullie moeten weg. Pakken is een goed idee. Doe maar. Oké. Hey, kun je me mijn krachten teruggeven? Ja. Jij gaat in die kist staan. Ik druk op een knopje en dan gaan de krachten van de bij terug in jouw lichaam. Oké, dan. Okay. Ga erin. Kom op, ga in die kist. Henry, kun je ons horen? Luid en duidelijk. Begin maar. Oké, ik ga de bij zo loslaten bij jou in de kist. Dan moet je hem heel erg boos maken, zodat hij je steekt. Wat? Ja, en ik moet een hendel omzetten om het ribonucleïse gas te activeren op het exacte moment dat de bij je steekt. Waardoor de bijensteek nog veel meer pijn zal doen. Dat heb je niet verteld voordat ik de kist in ging. Weet ik. Laat de bij los. Wat? Nee, luister, niet zo snel. Waarom moet je mij besteken? Waarom kun je niet gewoon een knop omzetten of zo? Of iets anders wetenschappelijks doen dat geen pijn doet? Ik ga serieus niet van bijen. Hey. Nou, dit is zo moeilijk om te horen. Dit wil ik niet. Kan het geluid uit? Ja. Ik ben hier helemaal niet blij mee. Alleen zeg, laat me hier uitzetten. Ik ga van me af. Ik haat bijen. Ik haat jullie allemaal. Sorry, dat was het knopje voor Vlaams. Wordt hij nu gestoken? De bij denkt erover. Dat was hem. Heeft het gewerkt? Voel je je snel? Ik weet niet. Teststeen! Ai! Woe! Hey! Dit is gewerkt! Hoe gaat die, man cave? Twiddler! Probeer die meneer te schieten door een computerscherm? Nee. Jawel, gast. We zagen toch dat je... Wat wil je nou, Twiddler? Hè? Moeten Henry en ik nog meer schurken verslaan? Nee, dat was gewoon een afleidingsmanoeuvre. Ik had even tijd nodig voor mijn echte plan. Oh ja? En wat is dat dan? Huh? Een kwal zijn? Want als dat zo is, dan is je plan geslaagd. Ja, goeie. Nee, het plan waar ik jullie al over verteld heb in de honingfabriek. Ik heb niet echt geluisterd. Ik weet dat ik je vaak heb weggezet. Weet je nog wat dit is? Het levende computervirus dat ik heb bedacht. Nee! Jij monster! Daar moet je echt mee ophouden. Rick? Hallo? Ben je daar nog ergens? Ik ben virus. Ik heb het lichaam van Rick. Ja, dit is het antivirus. Oké, gaaf gast. Ik ga nu snel, dan komt dat rijpje wel. Dat ging gewoon vanzelf. Neem dit mee en ga Spellview redden. Oh, wacht. Wat? Je moet dit buisje met het antivirus rechtstreeks op Rick Twitless zijn computervirus stuk slaan. Het moet het oorspronkelijke virus aanraken. Duidelijk. Wat? Het antivirus kan je superkrachten voorgoed van je afnemen. Dus zorg ervoor dat je het niet op je krijgt. Helder. Goed. Dan moet ik maar weer eens terug naar de mancave om te zeggen dat ik verslagen ben door... Verrassingsklap! Captain Man? Kid. Wat is dat voor ding? Zo'n grappig verhaal. Dus het computervirus nam Rick zijn lichaam over en nu is het boos en wil het de mensheid vernietigen.
En je verrassingsklap? Jij wil een verrassingsklappen. Maar hij heeft nou jouw supersnelle reflexen. Het is ook wel een gave superkracht. Niet zo gaaf als onverwoestbaar zijn. Die boze ridder terugsturen naar zijn eigen land, Astoria. Dus ik ben nu verschillende dimensies aan het scannen op zoek naar iemand die het heeft over de naam Astoria. Heb je al wat? Nee, alleen mensen die zich afvragen of jij en Henry iets hebben. Wat? We hebben niets met elkaar. Oh, ik hoor iets heel anders hier. Ik ben de rechtmatige heerser van Astoria. Maar mijn troon is van me afgepakt. Oh. Dat is niet goed. Oh, gozer! Ik had hem bijna terug. Maar ik werd verslagen door een groep ridders. En een tovenaar heeft me verbannen uit mijn rijk. En toen was ik ineens, nou ja, hier. Dat zul je altijd zien. Ik snap het al. Hij is niet gemeen, alleen bang. Ja, hij is een verdwaalde puppy. Ja. Uit een andere dimensie. En met een zwaard en een vette tattoo. Kom mee, man. We brengen je naar huis, kleine vriend. Ik ben groter dan jij. Natuurlijk, kleine vriend. Weet je, in zekere zin ben ik de koning van deze stad. Ah, gaat ie weer. Ah, ik heb het. Iemand heeft het hier over Astoria. Iemand heeft het hier over Astoria. Astoria. Ik praat tegen mezelf. Astoria. 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 Ja, als je het blijft herhalen, klinkt het woord Astoria ineens heel vreemd. Ik heb hetzelfde met het woord Stromboli. 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 Het klinkt raar. Stromboli. Stromboli. God, waar zijn we? Welkom in de man cave. Oh, een gemene troll. Ik ben Schwartz. Een troll met de naam Schwartz. Oké, en blijf even rustig, dan zal ik alles uit... Oh nee, toch, jullie hebben gevaarlijke wapens. Ark. Riker. Ciara. Schwartz. Hi. En Captain Man als de grote held. Wacht even, ken je die twee? Ja, zij hebben mijn koninkrijk afgepakt. Wat? Hoe durven jullie tegen zo'n lieve man? Lief? Ja, je bent echt slecht? Oh ja. Wacht, zijn jullie niet slecht dan? Nee. Wij zijn de goeie, waarom zouden we slecht zijn?
Ik snap al wat er is gebeurd. Klassiek misverstand weer. Dus... geef die wapens maar terug. Houd ze goed vast, man. Weet je wat we doen? Ik tel tot drie, dan laat jij ze los. En dan ga ik... Ah! Bereid je voor op veel pijn. Wat? Ga je soms verder met dat saaie verhaal over je moeder en een clown met wie ze iets had? Het was mijn tante en ik weet niet of ze wat hadden. Wat doe je nou? We moeten hem helpen. Nou, hij heeft Captain Man onderbroken. Nu is het persoonlijk. Wil je echt een time-out? Ik heb zelf geen nodig, maar als jij dat wil, dan kunnen we helpen. Oh, wacht, ik heb geen hulp nodig. Als jij willen helpen, dan mag het. Druk op de knop van de lift! Dit is heel veel geld. Oh mijn god! Snel, de lift uit! Wacht, nemen jullie die gozer niet mee? Dat nee. Niet. Maar wat doen we met hem? Boeit ons niet. Wat. Jullie dimensie is raar. Succes met je band. Hé, ik heb je nummer niet. 4? 4 is geen telefoonnummer. Maar je kreeg er wel een. Ja. Nu minder grappig nieuws. Volgens getuigen heeft Kid Danger vanavond tijdens een hevig gevecht met supercrimineel Dr. Karate zijn arm gebroken. Bronnen melden dat het... Je brak je arm? Dat probeer ik al de hele tijd te zeggen. Dr. Karate gaf een karatetrap tegen mijn arm. Nu had je je superkracht nog wel willen hebben, hè? Ja. Maar met die supersnelle reflex had je gewoon... weg kunnen springen. Oké, ik snap het. Dit is heel slecht nieuws. Oh, het is maar een gebroken arm. Ik hak hem eraf en dan groeit hij zo weer aan. Nee. Zo werkte die met armen. Oh ja, dat was een zeester. Luister, het slechte nieuws is dat als heel Swellview weet dat Kid Danger vandaag zijn arm heeft gebroken en Henry Hart morgen aan komt zetten met een gebroken arm, dan weet elke sukkel dat 1 plus 1 2 is en dat Henry Kid Danger is. Oh, ik weet het niet. Ik denk niet dat iemand 1 en 1 is. Ik zit net te bedenken. 1 en 1 is 2. Oh, echt waar? Ja. We zijn op zoek naar een jongen net zo groot als Kid Danger. Net zo oud als Kid Danger. Met een pasgebroken arm. Want die jongen is dan zeker... Ga door, Mary. De speeltuinkakker? Oh, echt. Bijna. Nee, Mary. Die jongen is dan Kid Danger. No! Zie je? Oké, we hebben nu dus een heel groot probleem. Inderdaad. Hoe zorgen we ervoor dat Jasper niet in speeltuinen kakt? Doe ik niet! Goedenochtend, jongeheer. Ook een goede... gast, ik kan dit echt niet. Wat gebeurt er? Oké, dit is het plan. Jij gaat zo bij de trap staan. Wij slingeren een basketbal naar je toe. Die raak je op je neparm. En dan doe jij alsof die gebroken is. Dat is echt veel grappiger dan Charlotte's idee. Maar wat als de basketbal me... En begin. Wij zijn leden van het 12-view slingergenootschap. Wis en waarachtig. Wij slingeren vele zaken met onze slingerblijden. Wat gebeurt hier allemaal? Wij zijn het 12-view slingergenootschap. Wij zijn slingeraars die slingeren. Nou ga ergens anders heen met je slingers. Deze kinderen moeten in de klas zitten en doen alsof ze luisteren naar de leraar. Wil jij ons die basketbal wegslingeren? Nee, natuurlijk. Ga opzij jij. Ik zal het u uitleggen. Rustig maar, Leonardo. Ik heb al eerder zo'n ding gebruikt in een school. Maar ik kreeg... Oh, ga los! Oh.
Oké. Nee. Trekt Charlotte zo mijn echte arm eraf. Nu zit ik straks vast in het gips. Deze arm is nep. Dit is een neparm. Dit is een neparm. Maar wat moet jij met een neparm? Wat verberg je daar? Hier, trek het uit. Wat is er toch met jou? Je hebt een gebroken arm. Oh, kijk, Henry Hart is Kid Danger. Echt veel beter dan mijn plan. Oké, ik weet dat er veel gespeculeerd is dat ik vanwege mijn gebroken arm Kid Danger zou zijn. Maar ik kan jullie verzekeren dat ik niet Kid Danger ben. Want, ik... Nou, ik ben de speeltuinkakker. Dus je bent Kid Danger en de speeltuinkakker? Wat? Nee. Alleen de speeltuinkakker. Oké, dat is toch wel grappig. Hoe kom je aan dat beest? Dit is onze klassepapagaai Otto. Ik moet dit weekend voor hem zorgen. Ah, hallo daar, vriendje. Mijn naam is... Ah! Ja, hij wil niet dat je hem aanraakt. Aanraakt. Dus hij kan praten? Nee, hij pikt af en toe wat zinnetjes op en herhaalt ze dan gewoon. Otto, zeg vette snor, Jasper. Vette snor, Jasper! Ja, precies. Ik pak even het vogelvoer uit mijn auto. Ik heb een rijbewijs. Ja, voor ongeluk. Waarom moeten we dat niet zeggen? Duidelijk. Oké, kom. We gaan verder met geschiedenis. Wat? Wat hebben we aan het verleden als we in het heden een snor en een pratende papegaai hebben? Weet je, er kan ook een snor in jouw toekomst komen. Oh. Moet ik er een laten staan? Ja, je kunt een snor hebben als Henry Hart en als Kid Danger. Gast, als ik een snor heb, dan ben ik gewoon Man Danger. Oh. Ik krijg kippenvel. Wat? Hey, stil eens even. Hoezo? Omdat Piper er binnenkomt en ze iemand hoort zeggen Henry is Kid Danger. Henry is Kid Danger. Henry is Kid Danger. Henry is Kid Danger. Kijk, dat wilde ik juist voorkomen. Wat jij nodig hebt, is een kloonvogel. Wat? Kan jij een vogel klonen? Ja. Hij kan een vogel klonen. Heb je een veer nodig? Ja. Hij heeft een veer nodig. Dat moet wel lukken. Mooi. Jij brengt ons een veer, Schwartz kloopt een nieuwe vogel die geen geheimen weet. We maken die oude dood, wisselen ze, badaboom, badabing. En dan gaan Schwartz, Jasper en ik lekker hopbouwen. Yes! Ja, maar die oude hoeft niet dood. Dat vogel jezelf maar aan, breng ons die veer. Het is uitvogelen. Uitvogelen, aanvogelen, invogelen, afvogelen, breng ons gewoon een veer! Precies op Otto. Ja, dat was ook de bedoeling, lieverd. Hey, is hij echt helemaal precies hetzelfde? Zo ongeveer. Alleen zegt deze niet, Henry is Kid Danger. Henry is Kid Danger. Henry is Kid Danger. Goed bezig, lieverd. Hey, hoe lang duurt het? Die slang is inmiddels hier. Ja, er was een klein probleempje met de eerste kloon. Oh, maar de nieuwe kloon is klaar en we komen er nu aan. Wacht, wat was het probleem met de eerste kloon? Swot zei Henry is Kid Danger waar hij bij was en... Henry is Kid Danger! Henry is Kid Danger! Henry is Kid Danger! Henry is Kid Danger! Ik bel je terug. Henry is Kid Danger! Nee. Ik zei, had er iemand gebeld? Voor een vogel! Speurende slaan! Henry is Kid Danger! Henry is Kid Danger! Oh, kom op! Henry is Kid Danger! Hou je snel! Henry is Kid Danger! Henry is Kid Danger! Henry is Kid Danger! Henry is Kid Danger! Henry is Kid Danger!
meer. Ik zei toch, als je haast hebt met het klonen, dan krijg je altijd problemen. We hebben geen tijd meer. Geef ons nou gewoon iets van op een vogel lijkt. Ja, geef hem een vogelsmoes. Prima. Hij is nog lang niet klaar, maar hier is je vogel. Ah! Ah! Maar we doen het ermee. Oké, mensen, hier komt de held aan. Geef me even ruim de plek. Oh, kijk, het is Captain Man. En hij heeft de echte Otto. Wow. Heb je hem gevonden? Zeker weten, kleine meid. Alsjeblieft. Ja. Wat is er met hem gebeurd? Hij ziet eruit alsof hij in een magnetron heeft gezeten. Oh, ja, weet je, die gemene ontvoerders hebben niet goed voor hem gezorgd. Maar, als ik die schurken tegenkom, krijgen ze een paar beuken! Ja! Ja. Ik zal ze goed betaald zetten! Ja. Otto is terug, mensen! Ja. Ja. Otto! 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 Captain Man! Captain Man! Captain Man! Captain Man! Captain Man! Aangenaam kennis te maken. Ik ben Billy Bilski. Aangenaam, Billy. Zijn nou net Bilski? Inderdaad. Ik ben Brittany Bilski. Drievoudig Swellviews knoploegkampioen. Huh? Ja, die wil ik ook niet aanraken. Luister, u heeft geen zoon genaamd Mitch, toevallig? Ongelooflijk! Daar hebben we Henry J. Darm. Mitch Bilski. Mami. Jee, Henry's tweede naam is Dreumes. Dreumes? Dus het is Henry Dreumes Darm? Hey, ik heb een cadeau voor Billy's nieuwe vrouw. Wat? De toekomstige mevrouw Bilski. Nee. Het zusje van deze sukkel. Maak die doos open, Jeff. Oké. Wat is het? Het is Venetiaanse ham. Uit Venetia. Wacht, maar Venetiaanse ham is toch belachelijk dure ham? Ja, en was er vandaag niet een lading gestolen? Ik weet helemaal niks over een gestolen ham. Oké. Hoe heb je deze dan betaald? Nou, Ma gaat rijk worden als ze de grasmachinefabrikant aanklaagt vanwege de teen. Dus waarom zou ik dat geld niet uitgeven? Aan ham. Oh, hij is mijn slimmerik. Weet je nog dat er Venetiaanse ham was gestolen? Oh ja, die dure ham met die ontploffende blauwe verf. Ik weet wie het gedaan heeft. Wie? De domste crimineel van Swellview. Jeff. Jeff. Jeff? Nee, Jeff. Hoe weet je dat hij het was? Dat weet ik, omdat hij nu in ons huis is en kwam aanzetten met een Venetiaanse ham. Wat doet Jeff in jouw huis? Zijn broertje gaat nu met mijn zusje. Heeft Piper iets met de broer van Jeff? Ja, Jeff is een Bilski. Piper heeft iets met een Bilski? Ja! Mitch Bilski is in mijn huis. Net zoals zijn moeder. En net als zijn oudere broer Jeff. Jeff! Hou hem binnen, Henry! Hou hem binnen! Nee. Gast, ik wil dit etentje van mijn zusje niet verpesten. Ja? Weet je wie er nog meer een etentje heeft? Zeg niet gerechtigheid. Gerechtigheid. Jullie hebben 5 minuten om naar buiten te komen met de spullen of wij komen naar binnen. Oké. Kom mee, Jeff. We gaan. Ik heb die ham niet gejat. Echt niet. Kijk. Is dat het bonnetje van de ham? Nee, het is een speech omdat ik wist dat jullie me zouden beschuldigen. Als je een bonnetje had, dan kon je... Een enkele druppel water kan aan jaren een steen in tweeën splijten. Waar wil je precies naartoe, broer? Ik ga wel verder. Op dat moment besefte ik dat de grootste nacho bol van allemaal diep in mijn lijf zat. Want ik had hem opgegeten en... Dit is geen speech, dit is een tekening van de zon met een bril en een tekst vet cool. Oké, je hebt me door, ik verzon me wat. Ben je soms mijn aagspijand Sherlock Holmes? Als je die ham hebt gekocht, heb je een bonnetje. Dat heb ik niet, maar dat zou ook helemaal niks uitmaken. Niemand gelooft ooit een Bilski. Iedereen ziet ons als leugenaars, dieven, pestkop en criminelen. Ja. En dat zijn we. Behalve jij, Billy. Jij bent de beste Bilski. Billy Bilski. En je hebt een leuk vriendinnetje, met een leuk gezin en... Ik wilde gewoon eens wat liefs doen voor mijn kleine broertje, want ik vind je super tof, Billy. Oké, tijd voor een nieuw plan. Oké, jij gaat naar boven, je kauwt een kauwgom, transformeert, glipt naar buiten en zegt dat Jeff onschuldig is. Doe ik. Oké.
Wat heb je daar, sneuje Simon? Zo heet ik niet. Is dat kauwgom? Nee. Dat is het wel. En ik stink naar vis, dus ik wil het ook. Hier mee. Vos! Geef hier af, Bilski! Wow. Wat ben je van plan? We gaan het bewijs opeten. Een goed punt. Ze kunnen hem niet oppakken zonder bewijs. Maar dit is 5 kilo op de gekookte ham. Dat krijgen we toch nooit op, jongens? We proberen het. Hij heeft gelijk. Probeer allemaal je mond vol te proppen met ham.